Welkom bij een nieuwe video. Ik ben super verkouden teruggekomen uit Coachella, maar ik laat de pret niet drukken. Ik ga even mijn zusje ophalen, we gaan even koffietje drinken. Want zij is op Ibiza geweest, kunnen we even bij kids. Hallo. Hi allemaal, welkom. It's, zeg maar, we're on the speak easy about one kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities and look like all you need. Zaterdag en vandaag heb ik het lanceringsfeestje van mijn tas. Die ik heb ontworpen voor Liebeskind. En ze hebben dus een fotoboot en een eventje in de Bijkorf in Utrecht. En ik ga er nu heen. Something in you. Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Hi allemaal, ik ben dus nog steeds niet echt lekker, zoals je kan horen. En ik moet dus mijn boekhouding inleveren. Yay! Dus kijk, dat ben ik hier aan het doen. Ik ben dus een hele fucking envelop met al mijn bonnen kwijt, wat zo kut is. En ik moet het straks inleveren, dus ik hoop dat het misschien op kantoor ligt. Update! Ik heb ze gevonden. Nou ja, niet helemaal. Ik heb een deel gevonden. Verder heb ik de samples opgehaald. Kijk. Dus een fanny pack. En ik vind ze echt heel leuk geworden zelf. En ook in leopard. Hallo. En deze riem. En dit wordt dus een truitje. Dat wordt ook heel leuk. En nu moet ik nog even één dingetje ophalen. Want ik heb superleuke lijsten van Decennio. Hierin. En nu ben ik bezig dus. Oh, ik loop vol tegen de tafel aan. Maar ik ging een lijst laten zien. Kijk. I like it. Maar ik moet nog even wat leuke dingen voor erin. Dus dat ga ik even fixen. Oh. Nou. Oh jongens, waar is mijn stem? En waar blijf ik nou zo verkouden? Echt kut. Maar ik ga lekker naar mijn bed. En morgen ga ik naar Londen. Ik vlieg in de ochtend en ik vlieg 's avonds weer terug voor een event. Nou, best wel leuk. Maar ik heb altijd het idee dat ik van vliegtuigen nog meer verkouden word. Omdat de bacillen daar allemaal rondzwermen. En daarna is het Koningsdag of nacht. Nee, dat duurt nog wel heel even, maar daar denk ik al wel aan. Een hele geile goeiemorgen. Waar is dit ook weer van? Tom en ik zijn onderweg naar Londen. Maar we hebben vertraging. Best wel lang ook, hè? Eerst was het een kwartier en nu zitten we hier al een uur, denk ik. Maar we gaan voor Charles en Keith een lunch. En Linda Tol zit ook hier in het vliegtuig. Super gezellig. Heel ver weg. Dus ik hoop dat we überhaupt nog op tijd zijn. Straks is de lunch op. Ja, dat is ook leuk. Ik ben alweer terug. J'arrive. Oh nee. Welcome.
Oké, zonder grappen. We zijn bij het verkeerde hotel. Wij hier het restaurant vragen of er voor het event. Geen event. Gaan we weer. Welke dag is het eigenlijk? Oh, het is donderdag. Gisteren was ik dus naar Londen. Super snel heen en weer. En vandaag ben ik weer terug op kantoor. En ik heb iets leuks. Want ik heb, zoals jullie weten, een collectie voor pieces ontworpen. En ik wil daar heel graag iets van aan jullie geven. Dus ik dacht, als jullie nou in de reacties hieronder laten weten waarom jullie dit item willen winnen, dan is die misschien binnenkort van jou. En het gaat om... Ik dacht deze hoodie met het hartje. Zoals de hartjes hier. Dus deze kan je winnen. En natuurlijk degene. Dat zie ik een beetje mijn favoriet is. Ah! Dit t-shirt. En deze rok. Dus jongens, laat even weten waarom je dit wil winnen. En dan is dit wel misschien van jou. Oh, ik ben even van kantoor. Ik ga even de stad in, want het is morgen Koningsdag. En ik moet nog wat looks hebben. En ik wilde heel graag dus styling video's gaan maken voor jullie. En ik dacht, ik ga dit meteen ook even filmen. En dan kunnen jullie laten weten of jullie dat leuk vinden en of jullie daar meer van willen zien. Goed idee? Dus please, let me know. You like it when I get aggressive. Tell you to go slower, go faster. Like controller, controller, yeah. Like controller, controller. Ik heb al een paar leuke dingetjes gevonden. Dus gaat goed, shopping goes well. Look A. Dit is look 2. Een beetje een cropped truitje, hoodie. En gewoon een zwart shortje. Vind ik ook wel heel leuk. Ik hou wel van de kleur geel. Ik heb nu deze gele printed dresser. Zat wel heel... mooi, ik krijg een beetje een bohemian gevoel erbij, wat ik wel heel leuk vind. En die wil ik dus eigenlijk even combineren met dit jasje. Kijk, zo wordt hij wel ietsje stoerder. Oeh, kijk. Ik vind het wel heel tof zo eigenlijk. Oké, de looks waren super leuk. Ik ga nog even denken welke het gaat worden. Ik denk oranje, maar I don't know. Eerst terug naar kantoor.
En daarna heb ik zo meteen een eventje van Yara die haar nieuwe schoenenlijn gaat presenteren. Of die gelanceerd wordt. En dat was mijn dag. Oh nee, vanavond Koningsnacht. Waar ik zin in heb. Ik ben bij Yara naar event en ik ga even schoenen wassen. Ik heb Panther schoenen gekozen. Logisch. Tada! Oké. Ik ga deze even passen. Jongens, dit was mijn week. Ik had de vlog. Nee, ik praat tegen de vlog. I'm talking to the vlog. Jongens, dit was mijn week. Ja, je hebt echt vet leuke schoenen ontworpen. En ik ga vanavond lekker Koningsdag vieren. En morgen, Koningsnacht en morgendag. En dan zie ik jullie volgende week weer.